hebben zoveel mooie kleuren. Ik ben de oudste Elmo-stem ter wereld, ja. Eigenlijk nu ouder dan Kevin Clash, want dat is nu in Amerika overgenomen door iemand anders. En die speelt dus wat uit Amerika komt en ik synchroniseer dat na. Dus ik doe het eigenlijk langer dan... Dan de maker. Dan de maker, ja, heel raar. Gek idee, ja. Hoe wist je dat je kleurrijk kunt eten? Zoals deze paprika's. Het is me één keer gebeurd dat een mevrouw naar mij toe kwam die zei... Oh, kijk, dit is mijn dochtertje. Wilt u even Elmo doen? Want ik weet, u bent Elmo. Dus ik deed Elmo. Dat kind schrok zich gek. Toen dacht ik, dat doe ik dus nooit meer. Want ja, uit een oud gezicht de stem van Elmo, dat klopte niet voor dat kind. Want die had daar de pop. Die had dit in haar kop. Ja. Dat ben jij niet, hè? Dat ben ik ook. Echt waar? Ja. Ja. Superknuffel zegt eigenlijk, ik hou van jou. Ik hou ook van jou. Elmo houdt ook van jou. Ja, dat is natuurlijk enig. Ja. Ja. Zal ik dan maar een paar woorden zeggen? Dit is Harry Potter, de halfbloedprins. En ik synchroniseer daar een van de professoren na, Slokhorn. En Hagrid, de hele grote reus, is zijn huisdier kwijt. Dat is gestorven, dat is een spin. En Slokhorn komt daar en die wil daar wat van hebben. Maar hij moet dan, vindt Hagrid, een lijkrede uitspreken. Maar dat is niks voor Slokhorn, dat kan hij helemaal niet. Dus moet je de valse toon horen. Vaarwel. Dag, hoor. Vaarwel. Aragog. De valsheid waarmee hij dat doet, vind ik zo geestig. Je bent op het randje, hè? Van het mes. Scherp van de snede. Wordt het te veel? Of is het net goed? En accepteer je het als, oh god, wat erg. Dat probeer je dus. En dat is, dacht ik, wel gelukt. Wie? Jij? Jij kunt me onmogelijk helpen. Zeg nou toch zelf Hé, hey, dat is helemaal niet zo'n gek idee. Kom met me mee. In het begin kreeg je bij Konijn te horen... Ja, je stem is eigenlijk een beetje te jong. Dus toen heb ik er wat oud in gedaan. En dat is geaccepteerd. Ja, je zegt dat heel gemakkelijk. Ja, ik heb dan een neiging nu om aan je te vragen... Kan je dat verschil laten horen dan? Dat je eerst wat jonger bent en dan wat ouder in zo'n stem? Ga ik mijn worteltje steun? Ga ik mijn worteltje steun? Dat verschil. De eerste is jong en de tweede is een oudere man. Ik vind het onverstaanbaar. Waar leer je dat? Niet. Ja, praktijk, denk ik. Elmo houdt van gele paprika. Ah. Is dat nou een droom die dan uitkomt als je zo'n typetje mag spelen? Wel, nee. Nee, het kwam op mijn pad en het was leuk en het was ongelooflijk leuk om te doen. En nog steeds. Elmo is zo positief en zo lekker vrolijk en met die lachjes die doet. Het is, ja, een feestje. Dus als het komt, dan denk ik, ha, ik mag weer Elmo doen. Eten heeft heel veel verschillende kleuren. Elmo's vrienden doen hun best om kleurrijk te eten. En daardoor blijven ze heel gezond en sterk. Leg je hoofd neer en droom maar fijn. Met rusten.